Hallo, wij zien Levi en Simon en wij gaan het tegen elkaar opnemen in de Vastelovensquiz, de VVV Venlo Vastelovensquiz. We gaan beginnen met de eerste vraag. Wat was de uitslag van de laatste wedstrijd op Carnavalsvrijdag 2022 en tegen wie? Ja. Coach van Danny Post, toch? 0-1, uitwedstrijd Almere. Ja. En? Goed? Ik ga maar een goed bedoel zo. Wie is dit jaar de prins van Venlo? Zo. Ik heb prins Gijs ten eerste. Ik heb Roy, ja. Ik dacht, ik probeer met de naam. Prins Gijs ten eerste, hé. Hey. Ja. Volgende vraag. Maak het volgende stukje van Noord-Suje af. Was veel goed, heel vertrokken. En zoveel van plan. Maar het bronsgroen bleef lokken. Ja? Daar wint het verstand nog niet van. Oh, ik heb toch niet van. Is dat ook goed? Ja, ik weet niet. Nog of toch? Ik weet het niet. Daar wint het verstand toch. Toch dingen. Daar wint het verstand toch niet. Toch. Daar wint het verstand toch niet van. Daar wint het. Ja, ik heb nog toch, ja. Volgende vraag. Wieveel Limburgers zitten er op dit moment in de selectie van VVV Venlo? Ik denk dat ik hem heb. Ik heb 6. Oh, daar heb ik er nog gemist. Ik heb 5. Juist. Joep. Ja, daar had ik Joep. Weert. Weert is Weert, Limburg. Oh, dat is Limburg. Ja. Wie had echt... Oh, jee. In welke 3 dorpen in Limburg vieren ze gekke maandag? B. Ik heb ook B gegokt. Juist. Kijk aan. Wie heet dit nummer en wie zingt dit nummer? Nummer en artiest beide. Eindpunt. En zelfs al breken we de nek. Boeien. Hij laat de dag weer op, maar wees niet gek. Stikke gek. Ik heb gekke mensen van Nederland Lotten. Hé, hey, dit gaat hem goed. Ik heb niet meer fout. Ik heb gewoon wees niet gek. Dat klopt toch? Even kijken. Ja, ik had er 2 punten van. Ja, toen werd de Vastelovensmuziek al gedraaid. Dus. Wij staat er op dit moment 11e in de keukenkampioen-divisie? Ik denk dat. Ik heb de Graafschap. Ik heb NAC. Kom kijken. NAC Breda! Tegen wij het VVV dit seizoen op de 11e van de 11e gespeeld en wat was de uitslag? Klein gokje. Wat wilde dat doen eigenlijk? Oké, 3, 2, 1. Ik heb ADO Den Haag. Ik heb Jong Ajax. Als ik kijk. Willem Tuus. Ja, dat denken, joh. Wat, Tuus? We hebben Tuus op de 11 van de 11 gespeeld. Shit. Dat weet ik echt niet meer. Oh joh, toen wordt die smul van mooi. Maar dat is wel dom, hè. Dat is wel stom. Ja, deze is echt erg. Oh. Oké. Okay. VVV is één van de 4 teams die 11 keer gewonnen heeft dit seizoen. Wat zien de andere 3 teams met 11 overwinningen? Asset? Ja, ik denk het wel. Ik denk Eindhoven. Ik heb Eindhoven, Willem II en Jong AZ. Maar ik moest er 3 op schrijven. Oh. En wat is... Ja, foutje lezen. En wat is het? Eindhoven MVV en Willem II. 2 puntjes. Oké. Prima.
Noem drie spelers die in het verleden rug nummer 11 gedragen voor VVV Venlo. Ja? Ja. Okay. Hey, dit is echt goeie man, ik wist het even niet meer. Brian Linsen. Jori heb ik. J. Roy Grot heb ik. Jaco. Randy Wolters, ik heb ze alle drie. Echt, ik heb er twee. Ik heb Moussa. Oh, Jori had ik gewoon met te pakken, dus ja. Dat is wel stom hier. Goddamme. Welke oud-speler heeft voor het laatst? Ja, Giacomakis. Jaco. Juist. Georges Giacomakis. Speelde VV in het seizoen van 2010-2011 in de Eredivisie of in de toenmalige Jupiler League? 2010-2011. Ja, 3. Is het zo? Eredivisie. Eredivisie. Ja, shit man. Geliek zei dat nu, hè? Welke speler heeft dit seizoen 11 of meer goals assist voor VVV Venlo? Ja. Braak. Ja, dat moet wel goed hè. Juist. Wat was de laatste wedstrijd dat VVV niet met 11 spelers eindigde? Tegen wij dan. Hebben we dit seizoen goed gehad? Net toch? Ik heb deze modder gegooid hebben. Deze modder gegooid hebben. Deze modder gegooid hebben. Merci. Volendam? De boer Volendam toes. Ja, dat moet hem zien. Oh my. Ja, Jens! Oh. Ik ben hem helemaal vergeten dit seizoen. Ik dacht echt, ik was zo even terug tegen mijn gooitaal. Wie voor clubs in de keukenkampioendivisie komen uit Limburg of Brabant? Ja? B. Oeh, shit, dan ben ik 10. Wie heb ik nog gemist? Roda, VVV, ja. MVV. Ja. Eindhoven, ja. Jong PSV, ja. Helmond, dat heb ik gemist. Oké, het is tijd nu 12-12 en we gaan nu de laatste ronde spelen. Kevin. Ik denk het wel. In de hemel van Beppi. Ik heb een fout. Beppi Kraf en ik ben zo verleefd. Maar in de hemel. In de hemel. La 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 la. Hoppa. Baby. Ja. Goed gespeeld. Maar de ik heb het zelf laten. Ik heb mijn einde de winnaar zien.